Het ministerie van Binnenlandse Zaken zal binnenkort van start gaan met een HBO-overheidsmanagementopleiding. De lancering van deze opleiding vond gisteren plaats in de congreshal. Het gaat hier om een hoger beroepsopleiding bestuurskunde en overheidsmanagement voor ambtenaren. Volgens Jeff Jumanbaks, waarnemend directeur van het ministerie van Binnenlandse Zaken, heeft een onderzoek van het ministerie uitgewezen dat 22% van alle ambtenaren hoger opgeleid is, 32% heeft middelbaar en 46% heeft een glo-opleiding of helemaal geen diploma op zak. En dat is veel te laag, gaf Jumanbaks aan. Volgens Glenn Rijssel, voorzitter van Stichting Onderwijsontwikkeling Nederland-Suriname Soens, is deze organisatie nauw betrokken bij dit project. Wanneer wij de zorg voor het functioneren van het overheidsapparaat projecteren op de snel veranderende wereld, waarbij scholing een belangrijke plaats neemt in het arbeidsproces, de stappen om te geraken tot een excellente overheid en onze ambities om Suriname om te vormen tot een duurzame kenniseconomie, dan is het opzetten van een HBO bestuurskunde en overheidsmanagement door het ministerie van Binnenlandse Zaken evident. De doelgroep voor de opleiding is de werkende deelnemer die een functie bij de overheid bekleedt en zich verder wil toerusten op het vereiste niveau te werken binnen de Surinaamse context. Dat betekent dat motivatie en ambitie en betrokkenheid van deelnemers, docenten en de betrokkenheid van het werkveld, met nadruk het werkveld, noodzakelijke ingrediënten zijn om de opleiding tot een succes te maken. Volgens Mike Noor Salim, minister van Binnenlandse Zaken, was het opleidingsaanbod van het ministerie tot voor kort slechts toereikend op lager en middelbaar niveau. Thans is het ministerie zover om dit uit te breiden met de opleiding hoger beroeps, bedrijfskunde en overheidsmanagement, zegt de bewindsman. Volgens vicepresident Ashwin Adin vereist de transformatie van onze overheid dat medewerkers andere of andersoortige competenties hebben. Deze nieuwe opleiding moet kunnen beantwoorden aan de behoeften van de ministeries en andere overheidsinstellingen voor meer gekwalificeerd midden- en hoge kader in de publieke sector om hen in staat te stellen een betere dienstverlening te garanderen en het functioneren van het overheidsapparaat te verbeteren. Geachte aanwezigen, de realiteit leert ons dat HBO-opleidingen voornamelijk gericht zijn op de praktijk en op de overdracht van wetenschappelijke kennis. En dat wij dus met de opleiding HBO Bestuurskunde en Overheidsmanagement, zo begrijp ik dat de titel draagt, zal bijdragen tot vergroting van de aanwezige kennis, die kennis is bij u, en capaciteit van onze landsdienaren, waarbij de eerder door meegenoemde competenties als uitgangspunt moeten dienen. Deze opleiding is volledig in lijn met het uitgezette traject. Dat wij hebben roadmap naar een excellente overheid. Vicepresident Ashwin Adin en daarvoor Mike Noor Salim, minister van Binnenlandse Zaken. Zij spraken gisteren tijdens de lancering van de HBO-opleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement voor ambtenaren. De lancering vond plaats in de congreshal.